Zullen we een plaatswisseling doen even? Ja. Jij bent zo'n zwakkeling aan het stuur. Ik hou niet van om mensen neer te schieten. Ik wel hoor. Oké, de volgende jullie neerschieten. Nee, jullie gaan niemand meer neerschieten bedoel ik. Totdat ik het zeg. Je stelletje smeerlappen. En Loxik, ik mag jou van het begin af aan al niet. Oh jee, dus je moet oppassen. Kijk, zo ga je om met zo'n speurrust. Dat durf ik dan niet, weet je wel. Een beetje de leiding pakken. Dan moet je stevig in je schoenen staan en dat... Ik heb ruime schoenen. Jezus. Mijn schoenen zijn te groot. Als je loopt, slip je dus af en toe uit. Ik zie het ook. Moet je op straat moet je weer terug om je schoen op te halen. Mm-hmm. Dat is vervelend. Jij daar! Oké, wat gaat hier nu gebeuren? Moet je pootjes van het wapentje af, Loxik. Ik zie het wel. Hij begon alweer met het vingertje, hè? Ja. Hij aaide het trekkertje af. Hij is al dood. Ze hebben hem al gedood, nee, volgens toch? Mij. Nee. We hebben hier twee man. We hebben hier... Mafix. Hey, steentje! Wow! Zo doe je dat, Peter. Oh. Ja, oké, we hebben nu een heel groep mannen. Gaan we in een trouwe groep gewoon beginnen? We gaan een trouwe groep beginnen. Maar het maakt het Lasso en Toxic wel duidelijk. Anders gaan ze gewoon weer kutten straks met deze hele groep. Ze weten dat ze niet... Heb je ze al onder controle, denk je? Ik heb ze onder controle. Ik liet het net even... Hey, ik ben aan het praten, hè? Stil als ik praat. Kijk, zo doe je dat, Peter. Ik ben echt een leider. Steen inleveren nu. Ik word zelfs een beetje bang van je. Ik weet zelfs niet wat je gaat doen. Onvoorspelbaar. Mannetje. Allemaal dat steentje inleveren. Jij ook. Oeh, het was de kogels op haar, hè. Niet eens kogels. Kijk, ik heb ze nog allemaal onder controle. Nog wel. Hey, jij met een pyjamaatje aan. Geef die klitsjes zo snel mogelijk aan mij. Hey! Hij hoeft ze toch niet te geven? Hij gaat ze geven ook. Hey, stil. Echt 5 minuten heb je het van me overgenomen. Kijk even op. Ik heb ze allemaal onder controle. Jongens, luister allemaal. Niemand mag dat, joh. Pak los, Nick. Wie praat er? Oeh, het was dat ik je mis, maar anders ging je neer, Maurice. Jullie mannen, maak een cirkel. Een nette cirkel van ongeveer 10 meter samen. Nu! Hoe gaan ze dat ooit doen? Werk samen, maak een cirkel! Oh, ze doen het echt! Ze doen het! Maak een nette cirkel, jongens! Dit allemaal! Dat heb ik nog nooit gezien! Jij! In een cirkel! Democlaus, in de cirkel, nu! Ik geef je een tip, je moet een voorbeeld stellen van hem. Ik zal hem neerknallen. Oh, Timon. Nee, het is goed, oké. Jongens, blijf staan! Kijk, deze perfecte cirkel! Geef ze compliment! Jullie hebben het goed gedaan, mannen! Ik zal één van jullie promoveren! Nadat jullie een gevecht hebben gedaan! Wie stelt zich vrijwillig? Sprongetje met een sprongetje. Ja, ik. In de cirkel blijven! Hé, hey, in de cirkel heb ik wat gezegd, jongens! Terug naar jullie positie! Wow. Deed jij dat? Ja. Terug naar jullie positie! Wat we gaan doen? We gaan een fight club starten! Niemand hier heeft een shirt aan. Wie zei dat? Was jij dat, Sharpie? Blijf staan, Sharpie! Of ik schiet! Nee. Sharpie! Nee. Vertrouw die man. Nee. Je kan hem vertrouwen. Je moet stilstaan, Sharpie. Je moet stilstaan, anders vermoord ik je. Okay. Nee. Je kan de leider vertrouwen. Ja, je moet me vertrouwen. Je weet wat er gebeurt. Oh. Dat te sproeien. Wat? Blijf staan in de cirkel, ik zal even met ze praten. Blijf staan! In jullie positie! Kijk dit nou, hoe is dit ooit gebeurd? Lasso, jij bent de kapitein. Wie schoot er van jullie? Cyborg, kapitein. Wie? Slendy. Spreek Slendy toe. Zorg dat het niet meer gebeurt, ik ga terug naar mijn groep. Zeg dat hij wat doe jij? Haal die man neer! Niet eens meer kijken, je weet dat het geregeld is. Wat we gaan doen? Ik heb dit nog nooit gezien, dat wil ik nog even duidelijk maken. Iedereen die zich verkiesbaar stelt, moet nu zijn fakkeltje pakken. Iedereen die zich verkiesbaar stelt. Tristan, kom in het midden! Tristan, in het midden! Trio, in het midden! Jullie gaan vechten. Tot de dood. Geen geklaag. Loxik, sodemiet erop. Wie wint van jullie met een steengevecht? Die krijgt een shirt van mij. Een t-shirtje. Een wit t-shirtje. En ik weet dat jullie die willen. Degene die uit de cirkel loopt. Tijdens het gevecht.
die krijgt gewoon de kogel en verliest. We gaan zo meteen aftellen in een groep. Want we zijn een groep. 3, 2, 1, vecht tot de dood! Nee, alleen die twee mensen, je hebt dit niet duidelijk verteld! Wat is het voor een... Nee, stop ze! Alleen, oh, de cirkel! Oh man. Je hebt niemand onder controle, Timon. Pure chaos. Daar gaat mijn perfecte cirkel. Wat heb je? Je had alleen hoeven zeggen dat het die twee waren. Ja, dat lijkt me wel logisch. Als je denkt dat die mensen nadenken, daar was jij voor. Loxik is dood. Loxik is dood en dat heeft hij verdiend. Dan kan ik geen nacht minder om slapen, als ik heel eerlijk ben. Misschien slaap ik wel lekkerder. Ja, ik ook wel. Dat Jok zat gewoon onschuldige mannen te vermoorden. Ik weet het, Gonzo. Ik wil je promoveren bij deze. Jij bent mijn enige trouwe man. Neem dit t-shirtje. Wacht even tot de groep groter is. Niemand gaat iemand meer vermoorden. Misschien is dit een mooi momentje voor de sponsor. Op de achterbank! Ja. Wow. Op de achterbank! Ja, dat klopt. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Gogom het Gordeldier. Wederom niet officieel. Mensen, maak een perfecte lijn. Ga in een perfecte lijn staan, zij aan zij. Ze doen het wel weer hoor, wat gebeurt er nou? Jongens, dit is niet netjes, dit noem ik geen nette lijn. Zij aan zij. Oké, wie wil er racen van jullie? Bepaald met het fakkeltje. Trouwens. Voor wat willen? Op de achterbank. Waar? Waar? Alleen Gonzo is scherp, jongens. Alleen Gonzo is scherp. Nee, het is nu te laat. Nu is het te laat. Nu hoeft het niet meer. Pepijntje, doe een stap naar voren. 3 man moet je hebben. De beruchte man. 3 stappen naar voren. En Ernie. Ernie heeft geen fakkel. Alsnog. Jij bent de baas. Laat zien Ernie wie de baas naar voren is. Nu! Jongens, zien jullie deze steen? Deze steen. Ja. Die moeten ze aan... Nee, eromheen. En Ernie, dan terug. Pepijn. En waar is die andere man? En Shinoot. Oké. Dat was hem niet. Oh man. Larso! Timon. Ik begin hier te twijfelen. Het duurt allemaal te lang. Ik ga dat roer overnemen hoor. Ja, ga jij zitten dan. Neem jij maar weer over de zwakke leider. Dames en heren! Ik ben jullie nieuwe leider. Op de achterbank! Op de achterbank, zeg ik toch? Oh, daar! Dit is onze sponsor, Goog met Gordeldier. Oké, de racers. Jullie staan hier. Ik heb jullie de steen laten zien. Als ik start zeg, rennen jullie naar het steentje en alleen de racepaden. Jullie zijn de finishlijn. Tik dat steentje aan. Passeer de lijn. De winnaar krijgt promotie. En wordt een kapitein. Waar is mijn andere man die er ging racen? Ja, die werd net vermoord. Ah, oké. Okay. Dan met z'n tweeën dan maar. Dat kan ook. Oké, okay, 3. Dit is communistisch! Dit is zo meteen wel... Nee! Lasso! Blijf in de lijn staan! Blijf in de lijn staan! Dit man, je staat één man nog in de rij. Wie is deze man? Deze terechte man! In de rij! In de rij! Larso, haal hem neer! In de rij! Ik als een echte kapitein blijf gewoon staan zonder te vechten. Kijk, die twee mannen die blijven gewoon staan. Is hij neer? Nee, oké. Peter, wat was het dan? Met eer zijn we neergegaan, dat mag gezegd worden. Maar die twee mannen, die gaan... Die Max en de beruchte man. Een betere afsluiter had ik me niet kunnen wensen.